Ondanks hun vliegschaamte en de schade die hun megareis toebrengt aan de ijsbeertjes, hadden Jesse Klaver en zijn gevolg van Kamerleden zich manmoedig in het vliegtuig gehezen. Helemaal indachtig Gerard Joling: Buy me a ticket to the tropics. Heropende vergadering. Aan de orde is de zevende incidentele supplementaire begroting in zaken werk aan uitvoering Oekraïne en het herdenkingsjaar slavernijverleden, kamerstuk 36.165. Ik heet de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de heer Dijkgraaf, van harte welkom. Uiteraard ook de leden. We hebben uh, één spreker die maar liefst 15 minuten spreektijd heeft aangevraagd en een aantal collega's 0 minuten. Dus uh, ik zou zeggen, de heer Bosma, die al klaar staat namens de PVV, de floor is yours. Dank u wel. Dank u wel. Ik ben gewend voor uh, volle zalen te spreken en vandaag is daar geen uitzondering op. Ik dank de heer Van Strien voor zijn aanwezigheid. Ter zake. Voorzitter, de postcode kanjer viel vorige week op de slavernijindustrie. De postcode kan je van een kwart miljard euro. Het kan niet op. Van die kwart miljard gaat er maar liefst 200 miljoen naar een bewustwordingsfonds. We schijnen bewust te moeten worden gemaakt. Waarvan? Ja, dat weet niemand. Maar blijkbaar deugt er iets niet aan de mening van het Nederlandse volk. Ons volk moet worden heropgevoed en leren een betere mening te hebben. We gaan met die 200 miljoen in een hogere staat van bewustzijn gebracht worden. Nu zijn we nog ontwetend, maar straks gaan we het licht zien. Onze overheid slaagt er niet in om de rijen bij de voedselbanken op te heffen of te voorkomen dat ouderen s'avonds onder een deken zitten te rillen omdat ze de energierekening niet meer kunnen betalen. Wel heeft de staat de pretentie burgers een hogere staat van bewustzijn bij te brengen. Een soort bakwon eigenlijk. De staat als hoeder van de juiste mening. De staat die werkt aan ons bewustzijn. Nu liggen er dus 200 miljoen euro te gillen om een bestemming. Het kan zo worden afgehaald. De hele slavernijindustrie en de hele diversiteitsindustrie kunnen massaal hun subsidieaanvragen indienen. We wensen de John Leerdammen en Kathleen Ferrier's van deze, wedstrijd, veel, van deze wereld veel succes met het binnenhengelen van al het gratis geld. We zijn erg benieuwd welke clubjes er met hoeveel doekoe van doorgaan. Ongetwijfeld gaat bij marginale toko's als Kick Out Zwarte Piet en Black Archives de kassa flink rinkelen. Dat fonds is natuurlijk waanzin. Er is geen nulmeting of zo. We weten dus niet wat de huidige mening, mening is van ons volk. Dat moet worden verbeterd. Is, ik noem maar wat, 21 procent van de bevolking voorstander van slavernij en dient dat te worden teruggedrongen tot 9 procent of zo? We weten het niet. We weten alleen dat we bewust gemaakt moeten worden, maar waarvan, dat weten we niet. Zijn we nog niet bewust genoeg dan? Al jarenlang wordt de Nederlander doodgegooid met NPO-televisieprogramma's, radioprogramma's, allerlei opiniestukken, theatervoorstellingen, museumexposities over die ene vorm van slavernij. Die ene vorm van slavernij, waar linksliberale mensen een afkeer van hebben. De helft gaat naar onderzoek. Dat betekent dat de linkse activistische kant op universiteiten nog meer in de watten gelegd gaat worden. Nog meer Critical Race Theory, nog meer Gloria Wekker. Niets voor Piet Emmer of andere kritische stemmen, nog meer eenheidsworst. Er gaat ook nog eens 27 miljoen over de balk richting een slavernijmuseum. Nog meer propaganda, nog meer indoctrinatie. Nooit zullen ze daar een woord wijden aan de islamitische slavernij. Nooit zullen ze er vertellen dat het in Afrika zwarte waren die zwarte tot slaaf maakten. Het past niet binnen hun politieke agenda. Kan het nog erger? Ja, het kan nog erger. Behalve die 200 miljoen, die 27 miljoen, doet de minister ook nog eens 7 miljoen extra in het zakje. Waarvoor? Voor een herdenkingsjaar voor 150 jaar afschaffing slavernij. Wacht even, 150 jaar, dat hebben we toch al lang gemarkeerd. Op 1 juli 2013 werd in het Oosterpark te Amsterdam herdacht dat toen ook al 150 jaar daarvoor de slavernij werd afgeschaft. In 2014 herdachten we 200 jaar afschaffing slavenhandel. Er was een nationale plechtigheid. Vragen aan de minister, waarom blijven we steeds 150 jaar herdenken? Niet alleen constant 150 jaar herdenken, maar ook constant excuses aanbieden. Al in 2001 betuigde minister van Bokstel namens Nederland diepe spijt, neigend naar berouw. Hij beloofde toe te zien op het herschrijven van schoolboeken die onvoldoende spijt zouden tonen. In 2013 betuigde minister Ascher namens de Nederlandse regering ook al spijt en diep berouw. Steeds weer 150 jaar, steeds weer berouw en excuses, en daarom steeds weer betalen. Bij de onafhankelijkheid van Suriname kreeg dat land een bruidsschat mee van 3,5 miljard gulden. Ook namen wij de schulden over van het land, nog eens een half miljard. En Daarbij kwam nadrukkelijk de slavernij ter sprake: eeuwige schuld, eeuwige. Boete, de Nederlandse belastingbetaler is een hamster in zo'n hamsterwiel. Er komt nooit een einde aan. Vraag aan de minister: waarom kan die 7 miljoen voor het herdenkingsjaar niet gewoon uit het bewustwordingsfonds komen? Minister Bruins slot bulkt van het geld, 200 miljoen. Ze weet van gekkigheid niet waar ze dat moet wegstouwen. Waarom dan nog eens 7 miljoen extra? En let wel, dit herdenkingsjaar is niet zomaar iets. Het is verheven tot directe kabinetsverantwoordelijkheid, een staatsrechtelijk unicum, een nationale zaak. En daarmee wordt het meteen een zaak van groot belang om in de gaten te houden wat er herdacht wordt en wie. Tweede vraag luidt: wat gaat de minister, waar gaat de minister het aan uitgeven? Zeven miljoen, dat is nogal wat. Wat gaat er allemaal gebeuren? Mijn fractie maakt zich daar grote zorgen om. Ik zal het toelichten. Vorige week bij het slavernijdebat deed een aantal Kamerleden verslag van het uitje dat zij maakten naar Suriname en de Antillen in het kader van die slavernij. Ondanks hun vliegschaamte en de schade die hun mega-reis toebrengt aan de ijsbeertjes, hadden Jesse Klaver en zijn gevolg van Kamerleden zich manmoedig in het vliegtuig gehezen. Helemaal indachtig Gerard Joling, buy me a ticket to the tropics. We zagen de foto's van het stralende gezelschap in een zomerse kledij op weg naar de Caraïben. Zonnebril op het hoofd. Ik heb het even nagezocht. Weet u, mevrouw de voorzitter, hoeveel die grap de Nederlandse belastingbetaler heeft gekost? Nou, de, de teller staat nu op 72.000 euro. Vooralsnog. Want alle declaraties zijn nog niet binnen. Let wel, dat staat dus nog eens los van die 200 miljoen, van die 27 miljoen voor het museum en van die 7 miljoen van de minister voor het herdenkingsjaar. Het uitstapje leidde wel tot een aantal nieuwe inzichten bij onze reislustige collega's. En daar maakt mijn fractie zich daar dan weer grote zorgen over, omdat de PVV vreest dat dit gaat deel uitmaken van dat herdenkingsjaar A7 miljoen euro. Welke inzichten deden onze collega's daarop? Nou, ze blijken zwaar onder de indruk van een aantal historische figuren. Tal van Kamerleden bepleiten vorige week in het debat eerherstel voor historische figuren als Tula en Boni. Eerst even Tula. Professor Goslinga beschrijft de opstand van 1795 op Curaçao. Hij vertelt dat de slaven in een oorlogsroes raakten, zich bezopen en huizen binnendrongen en op grote schaal mensen vermoorden. De hardwerkende onderwijzer Gerrit Sabel, die heel veel kindertjes had leren lezen, werd een van hun vele slachtoffers. Professor Goslingga beschrijft het. Ik citeer: Snijd hem de kloten af, schreeuwde er een. Laten we beginnen met zijn oren, riep er weer een ander. Een machette zwaaide door de lucht en het rechteroor van de arme onderwijzer Sabel viel in het zand. Bloed vloeide langs zijn wangen. Beduust greep de kerel naar zijn oor dat er niet meer was. Tot grote hilariteit van de opstandige slaven. Eén raapte het oor op en maakte er allerlei grimassen mee. Ten slotte duwde hij het Sabel in zijn mond. Hier meester, eet je eigen oor op. Wat doen we met die schoolmeester vroeger een? We brengen hem naar Tula. We geven Tula zijn zin. We zullen hem brengen. Maar aan de staart van het paard. Er werd geroepen: Hij heeft toch nooit een slaaf gehad? Hij heeft ons toch nooit kwaad gedaan? Het antwoord luidde: Hij is blank. Hij hoort bij de groep. Hij is blank. Hij hoort bij de groep. Vervolgens werd er met een groot mes ingehakt op de geslachtsdelen van de half bewusteloze schoolmeester. Zijn geslachtsdelen werden in zijn mond gestopt, waaruit het oor ook nog half hing. Verder schrijft professor Goslinga. Het paard liep langzaam de weg op, het naakte lichaam van de schoolmeester achter zich aanslepend. Professor Goslinga beschrijft hoe Meester Sabel doodbloedde. Ten slotte schoten de slaven de helft van zijn gezicht weg. Let wel, vorige week bepleitten de Kamerleden Piri, Partij van de Arbeid, Leite SP, Teunissen van de Dierenpartij en Van Strien van de VVD eerherstel voor deze toela. Premier Rutte noemde Tula een wijs man met een enorme ontwikkeling. Ook CDA-minister Bruin Slot spreekt zich uit voor de rehabilitatie van meneer Tula. Wat vindt minister Dijkgraaf hiervan? Hij is ten slotte van onderwijs. Vindt hij ook dat iemand die een onderwijzer vermoordt een voorbeeldfunctie moet hebben? Hoe staat hij tegenover het standpunt van zijn eigen VVD-fractie... die Tula aanduidt als, ik citeer, een historisch icoon? Ik hoop dat ik u goed geciteerd heb, meneer Van Strien. Welk signaal wordt er gezonden als de Nederlandse overheid een dergelijke moordenaar gaat bewierroken? We zien in Nederland een toenemend probleem met veiligheid op scholen. In Frankrijk werd de leraar Samuel Paty onthoofd. Wat denkt minister Dijkgraaf dat de invloed is op het schrijnende lerarentekort als de overheid standbeelden gaat bouwen voor racistische moordenaars van onze onderwijzers? Een andere slavenopstand werd vorige week genoemd, 16 1763. De leider Barbies schijnt ook onze steun te verdienen. In de Leidse Courant van dat jaar, ik heb hem bij me, lezen we dat de opstandelingen zulk een verwoedheid, dat niemand, het zijn man, vrouw of kinderen, ja zelfs de plantage slaven, gespaard werden. Dus iedereen werd vermoord, ook de slaven, ook de kinderen. In het debat van vorige week prees mevrouw Belhaai van D66 Jolicur. Die in 1772 de opstand leidde in Suriname. Wat gebeurde daar? Wel nu, een Joodse man werd daarbij onthoofd. Hij had ook een medestrijder, dat was Boni. Vorige week opgehemeld door mevrouw Belhaai, mevrouw Piri, de heer Kuzu, mevrouw Leijten, de heer Van Strien. Deze meneer Boni pleegde overvallen, moorde hele plantages uit. Hij maakte mensen tot slaaf. Hij maakte mensen tot slaaf. Anderen werden vermoord. Ik neem aan dat alle blanke vrouwen, zoals gebeurde bij de slavenopstand van Haiti, massale slachtoffer werden van groepsverkrachtingen. Vragen aan minister Dijkgraaf: maakte ook deze boni deel uit van het herdenkingsjaar? Er bestaat bijna een Kamermeerderheid voor zijn heiligverklaring. verklaring. Conclusie: we leven in een land van moreel verval dankzij de diversiteitsideologie. Dit ministerie financiert de musea waar onze nationale helden worden afgezeken. Willem van Oranje, Michiel de Ruiter, Witte de Wit. Ze worden allemaal belachelijk gemaakt of verwijderd of van haatbordjes voorzien. Het Verzetmuseum, eveneens gefinancierd door dit ministerie, stelt dat er geen verzethelden meer zijn. Wie zijn er nog wel helden? Nou, blijkbaar de racistische moordenaars van baby's, van kleuters, van onderwijzers. Die krijgen straks een ereplekje in het Leugenpaleis, dat Slavernijmuseum gaat heten. Zij krijgen een standbeeld. Let maar op, naar hen gaan straks straten vernoemd worden. Onze hardwerkende kindervriend Zwarte Piet moest kapot, maar Tula die deugt. We zijn een ziek land. Dank u wel. Dank u wel, meneer Posma. Voor, uh, ja, dat was ook bijna een soort van nabeschouwing ook bijna, van het debat wat we vorige week hadden. En, en mocht u ooit nog een andere carrière ambiëren, dan is wellicht het inspreken van luisterboeken een, een, een goede optie. Want uh, uw voordracht uh, een, heeft een mooie dragende stem. Laten we het daarbij houden als persoonlijke uh, opvatting. Uh, ik kijk even naar de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, die overigens niet van VVD-huizen is, uh, naar ik dacht, maar van D66. Maar dat er zeiden, ja, ik denk dat u nog verwachtte dat de heer Wiersma ook aanwezig zou zijn. Uh, maar ik zie dat de minister meteen kan overgaan tot de beantwoording. Daar geef ik hem toe het woord. Ja, voorzitter. Uh, inderdaad, uh, u, u zei het al. Uh, deze bijdrage van de heer Bosma leek een beetje op een nabeschouwing uh, van het debat wat wij uh, vorige week hebben gehad over het slavernijverleden, uh, waar we over heel veel zaken gesproken hebben, waar onze minister-president heeft gesproken. Uh, over de overkoepelende filosofie waar minister Hanke-Bruin slot heeft gesproken. In haar verantwoordelijkheid ook bijvoorbeeld over de, het fonds uh, van 200 miljoen. Ik sta hier uh, als uh, uh, minister die verantwoordelijk is voor de organisatie voor het herdenkingsjaar. En we doen dat in het kader van de zevende incidentele supplementaire begroting. En daar staat ook, uh, daar worden, uh, in die uh, begroting wordt meer duidelijk. Over het budget voor het herdenkingsjaar. En dat is de 7 miljoen, verspreid over drie jaar, waar de heer Bosma naar refereerde. Um, en het is me goed misschien wel even te markeren dat uh, deze fondsen en de organisatie van het herdenkingsjaar vooraf zijn gegaan aan de andere initiatieven die u heeft genoemd. Het fonds, de excuses, uh, het, uh, het museum. Daar praat ik vandaag niet over. Daar hebben we uitgebreid over gesproken. Ik beperk me nu even door het fonds. Waarvoor organiseren we dit uh, dit jaar? U vroeg al van ja, die afschaffing van de slavernij was 150 jaar geleden. Het is al heel vaak gememoreerd. Tot slaafgemaakten moesten nog tien jaar doorwerken. Dus effectief uh, vonden zij hun vrijheid pas tien jaar later, vandaar dat, vandaar dat er zeg maar twee data hiervoor belangrijk zijn. Uh, 1863 en 1873. Um, dus ook de vraag van uh, waarom uh, gaat deze 7 miljoen niet uit het uh, bewustwordingsfonds. Uh, nogmaals, dit liep voorop. Dit was een plan wat veel eerder is geformuleerd, waar ook de middelen voor zijn gereserveerd. Waar worden ze aan uitgegeven? Nou, allereerst aan de opening en de sluiting van het herdenkingsjaar. Dat is gedelegeerd naar de organisatie NINZEE. Die krijgen er anderhalf miljoen voor. Dat is meer, ze hebben het al vaker georganiseerd, maar dit is een extra. Een extra financiële bijdrage om het uh, groots en waardig te organiseren. Dan hebben we twee fondsen, twee cultuurfondsen, het Mondriaanfonds en het Fonds voor cultuurparticipatie, uh, gevoed. Uh, beide met een, een miljoen euro um, plus daarbovenop ook nog organisatiekosten. Zodat mensen organisaties uh, voorstellen kunnen indienen. Dus ik, als je mij gaat vragen: wat komt heb Ik heb geen flauw idee. Ik weet wel dat het uh, zorgvuldig beoordeeld wordt door fondsen die daar zeer veel ervaring in hebben. En ook, en dat is misschien wel belangrijk, dat deze fondsen openstaan voor uh, alle organisaties, alle individuen in het Koninkrijk. Waardoor ik ook verwacht, uh, hoop, dat er voorstellen vanuit de eilanden komen. En dat beantwoord dan ook de vraag van: wordt er aandacht gegeven aan historische figuren, bijvoorbeeld op de eilanden, in dat herdenkingsjaar? Ongetwijfeld. De, de minister-president heeft aangekondigd dat onderdeel van het herdenkingsjaar ook de rehabilitatie van Tula zal zijn op Curaçao. Dat hebben we in het vorige debat, ik memoreer het, even. Maar wat precies, en daar praten we vandaag over, in het herdenkingsjaar gaat gebeuren, zal grotendeels afhankelijk zijn van de initiatieven, bijvoorbeeld van de andere landen in het Koninkrijk. Daar ga ik niet over. Ik ga er ook niet over wat precies. Uh, gehonoreerd zal worden in de twee cultuurfondsen. Uh, ik weet ook, uh, er, zal, er is ook een bedrag gereserveerd voor onze relaties met andere landen, bijvoorbeeld Suriname, voormalige kolonie. Er staat volgens mij 0,8 miljoen op de begroting. En daarnaast is er ook communicatie- en projectorganisatie. Dus ik zou zeggen, behalve een duidelijke markering van de opening en begin, zal het jaar grotendeels gevo gevoed worden. Ik zou zeggen, op een verhoudingsgewijs bescheiden omvang, twee keer 1 miljoen, van initiatieven die uh, ik zou zeggen, vanuit de maatschappij, breed in het Koninkrijk, zullen worden ingediend. En, uh, en ik, uh, we gaan met elkaar gaan we kijken wat uh, deze initiatieven precies uh, gaan worden en uh, hoe het zal worden vormgegeven. En wat ik ook heb gezegd in het uh, Kamerdebat, dat wij uh, spoedig kunnen de eerste rapportage kunnen doen van uh, goedgekeurde voorstellen en dat u dan ook een beter beeld krijgt, ook de heer Bosma, van hoe het herdenkingsjaar zou worden ingevuld. U heeft een interruptie van de heer Bosma, PVV. Ja voorzitter, ik begrijp nog steeds niet waarom uh, die potjes gescheiden moeten worden. Uh, 200 miljoen voor bewustwording, minister Bruinslot weet van gekkigheid niet wat ze met dat geld moet doen. Het uh, is nog niet het begin van een aanzet waar dat naartoe moet en dan komt deze minister met het plan 7 miljoen ook nog eens voor het herdenkingsjaar. Die 7 miljoen kan toch prima uit het bewustwordingsfonds. Dan hadden we hier vandaag niet gestaan en dan had het de belastingbetaler 7 miljoen euro gescheld. De Onzitter, meneer Bosma stelt aan de verkeerde persoon de vraag, eh, zeg maar, eh, vanuit de OCW en vanuit dit initiatief. Wij waren eerst. We hebben gezegd we gaan het herdenkingsjaar organiseren. Daar is 7 miljoen voor beschikbaar gesteld. Het kabinet heeft in de, in de brief die in december naar de Kamer is uitgegaan, aangekondigd dat additioneel. Er voor de langere termijn een fonds voor 200 miljoen wordt gedacht. Dat hebben we als kabinet besloten om de verdere doorwerking uh, van het slavernijverleden uh, zichtbaar te maken, dat te adresseren. Uh, maar in het hele traject stond voor iedereen klip en klaar dat we zouden beginnen met het herdenkingsjaar, dat heeft een lange voorbereiding. Uh, die fondsen zijn daar ook voor uh, gereserveerd. Dus daar beginnen we mee. Alle vragen die u stelt, en er is dus, dus intensief uh, gedebatteerd over die 200 miljoen, zijn ook goede antwoord gegeven door, de, door mevrouw uh, Bruins-Slot. Uh, ik sta hier om deze me te verantwoorden voor deze 7 miljoen. Ik heb al aangegeven, dit is de eerste stap die we hebben gezet, die al groot grotendeels uh, in uitvoering zit. De, de plannen worden nu gemaakt, de budgetten zijn, uh, zijn uh, ik vind, in ogen van alle andere bedragen die u heeft genoemd. Uh, verhoudensgewijs uh, bescheiden, maar ik denk wel heel erg belangrijk. En ze zijn bedoeld uitsluitend en alleen om het herdenkingsjaar van 1 juli 2023 tot 1 juli 2024 in te vullen. De fondsen uh, en initiatieven waar de heer Bosma naar vroeg, zullen komen daarna, in die periode daarna. En daar hebben we het debat over gehad. De heer Bosma, vervolgvraag. Nou ja, jammer dat er zo weinig flexibiliteit is. Maar goed, het zei zo. Uh, een ander punt dat ik heb willen maken, is uh, meneer Toulou. Dat is gewoon een moordenaar van een Nederlandse onderwijzer. Gewoon een hardwerkende Hollandse onderwijzer. Hoeveel kinderen zal die met apno het mies hebben leren lezen? Hoeveel kinderen zal die hebben leren rekenen? Uh, kinderen van die plantage, zwarte kindertjes. En hij werd vermoord. En hij werd niet een beetje vermoord, uh, hij werd aan stukken gehakt. Uh, zijn oor eraf, zijn geslachtsdelen en eraf, uw achter een paar is... uh, gespannen. Uh, zijn halve gezicht werd eraf geschoten. Um, het is toch verschrikkelijk wat er gebeurd is met die man. En de minister die de minister van Onderwijs is, kan toch niet toestaan dat zo iemand die een onderwijzer heeft vermoord, uh, gerehabiliteerd wordt uh, en wellicht deel gaat uitmaken van het herdenkingsjaar. De minister. Ja, voor, uh, uh, voorzitter, zoals ik ook het vorige debat ook tegen de heer Bosma heb gezegd, van, uh, we leren in de geschiedenis steeds meer. U bent zeer goed in staat om uh, beeldend uh, de gruwelen uit die tijd te beschrijven. Ik hoop dat u diezelfde beeldende kracht ook wil, wil aanwenden om de gruwelen die tot slaafgemaakte zijn overgekomen te beschrijven. Uh, het, is, uh, het is niet aan mij om hier een oordeel te vellen, uh, maar wat ik wel heel erg belangrijk vind en dat is helemaal de geest waarin wij zowel het denkingsjaar als de periode daarna willen benaderen om meer te leren over onze gezamenlijke geschiedenis. Uh, daar, uh, de, de, de landen van het Koninkrijk ook een eigen rol in te geven. Uh, ik heb zelf uh, gezien uh, wat uh, ik ben op Curaçao bezoek geweest. Ik weet hoe daar de persoon van Toela leeft. En ik hoop eerlijk gezegd dat wij, uh, en dat kan ik in zijn algemeenheid zetten, steeds meer leren over de geschiedenis. En dat iedereen uiteindelijk een, een beter beeld krijgt van wat er in de geschiedenis is. Met, uh, met alle details, uh, maar dan wel uh, zou ik zeggen. Uh, voor alle betrokkenen. En uh, ik denk dat dat, uh, dat ook de geest is, zeg maar, om ook, uh, en als we zeker kijken naar de manier hoe wij het herdenkingsjaar, maar ook het periode na van het slavernijverleden willen positioneren, is natuurlijk ook aandacht vragen voor de afschuwelijke, gruwelijke dingen die, die tot slaafgemaakte zijn overgekomen, waar we heel vaak niet individuele beschrijvingen van hebben. En uh, maar ja, wat ons, denk ik, allemaal doet, uh, doet denken van wat een, uh, wat een gruwelijke tijd we achter ons hebben liggen. Nou, die uh, geschiedenis krijgt meer aandacht, denk ik, in alle initiatieven die eruit gaan komen. Ik al zei, voor Curaçao is de rehabilitatie van toelaar een groot moment. Uh, dat zal ook tijdens denk ik, het denkersjaar uh, plaatsvinden. Dank u wel, de heer Bosma. Ja, ten slotte, deze minister die start een centrum voor wetenschapscommunicatie. De minister zegt er bestaat iets als de wetenschap, dat moet niet te veel gecommentarieerd worden en bekritiseerd. Nou ja, oké. Okay. Het is professor Goslinga die dat allemaal beschrijft. Het is een vooraanstaand wetenschapper, vooraan, vooraanstaand historicus, die vertelt hoe Tuzla, Tuzla, Tula daar heeft toegeslagen en wat voor gruwelijke dingen die slaven daar hebben gedaan. Is dat een gedeelte van de geschiedenis? Dat in die herdenkingsweek ook aan de orde gaat komen, of is het maar één kant van de geschiedenis voortkomend, dat ik zeg, uit zaken als de Critical Race Theory, uh, et cetera? Ja, voorzitter, ik denk dat het uh, heer Bosma zal, zal heugen dat wij vanuit het ministerie van de OCW geen opgelegde ideeën hebben wat precies allemaal wel en niet in het herdekkingsjaar naar voren komt. Het is heel belangrijk dat dat uh, door de mensen die zich daardoor aangesproken voelen zelf wordt vormgegeven. En waar we ook in het begrotingsdebat over hebben gesproken, dat meer kennis verwerven over dat slavernijverleden een heel belangrijk. Uh, heel belangrijk element is daar zijn ook moties over ingediend maar nogmaals we gaan nu dan denk ik toch echt dat debat over doen en dat lijkt me uh, op dit moment niet het uh, de juiste juiste moment dank u wel en dank ook voor de beantwoording ik zie dat de heer bosma alweer klaarstaat voor zijn tweede termijn dus dan gaan we dan maar meteen mee door de heer bosma namens de pvv ik dank de minister voor zijn antwoord ik dank ook het massaal opgekomen publiek fijn dat alle collega's hier zijn om deze belangrijke zaken ook even te examineren. Ja, uh, het gaat natuurlijk om moraliteit. De, de staat der Nederlanden en zeker de minister van Onderwijs kan toch niet zomaar toestaan dat iemand die een, on, die een Nederlandse onderwijzer heeft vermoord, uh, een beetje hier uh, 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 gevierd gaat worden. En daarom de volgende motie. Constateren dat de Nederlandse schoolmeester Gert Sabel tijdens de Curaçao Curaçaose slavenopstand door slaven onder leiding van Tula op vrede wijze wordt vernederd, gemarteld en vermoord. Overwegend dat Tula verantwoordelijk was voor deze moord. Verzoekt de regering Tula geen onderdeel te laten zijn van het herdenkingsjaar en gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel. Dank u wel voor... Deze bijdrage. Dan kijk ik even naar de minister of hij nog behoefte heeft aan een schorsing om een korte schorsing, dan schorsen we een enkel moment voordat we overgaan tot de appreciatie van de motie. Ik heropen de vergadering. Aan de orde is de tweede termijn van het debat. Moet ik het even weer goed voorlezen? De zevende incidentele subdodzwaarde begroting in zaken werk en uitvoering, Oekraïne in het herdenkingsjaar, Slavernijverleden, kamerstuk 36.165. Het woord is aan de minister voor de appreciatie van de motie die is ingediend door de PVV. De minister. Voorzitter, ik wil de motie van Dit Bosma ontraden en met de woorden die ik net al eerder heb gebezigd. Dat het uh, uh, meer kennis over het verleden altijd welkom is. Dank u wel. Dan zijn we hiermee aan het einde gekomen van dit debat.